echt larger than life in stijl en popicoon en speelt een beetje met androgynie. Al deze aspecten van Grace Jones zijn vanaf morgen te zien in de documentaire Bloodlight and Bami. Would you do another movie? My own. Yeah. The performer takes the risk. It's a lonely place. It's a fascinating lonely place. I'm angry. Give me a break. Sometimes you have to be a high-lying bitch. I am the one doing the show. I don't strike without a warning. Don't make me nervous. Because I won't give in and I won't feel guilty. Aan tafel, ja, Grace Jones-fan Sylvana Simons en mediawetenschapper Jaap Kooijman. Jullie hebben de documentaire al gezien. Onder de indruk, Sylvana? Ja, ik ben wel onder de indruk. Er zit een bijzondere gelaagdheid in de documentaire. Het is een heel klein verhaal eigenlijk, terwijl het een behoorlijke periode omarmt. 10 jaar is ze gevolgd, hè? Ja, je mag heel dicht bij haar komen. En aan het einde is zij voor mij in ieder geval... toch nog genoeg mysterie, want dat is natuurlijk onderdeel van haar kracht, dat ze mysterieus is. Ze blijft ook nog genoeg mysterie, ook na het zien van de film. Wat viel jou op, Jaap? Ja, ik vond hem heel ontroerend en ook heel erg grappig. Want Grace Jones is ook of steeds heel erg grappig. Maar het is geen documentaire die je een historisch overzicht geeft van Grace Jones, zoals nu ook de Whitney Houston documentaire. Maar het is veel meer een soort... Ja, ze wordt gevolgd. Volgens mij was het iets korter. Ze is 5 jaar gevolgd. Het heeft daarna heel lang geduurd voordat hij uitkwam. Maar het gaat over familie. Je gaat ook mee terug naar Jamaica, waar ze haar familie opzoekt. Dus het is een hele persoonlijke en ik vond ook onroerende film. Ja. Nou ja, wat Sylvana al zegt, je wil toch ook dat het icoon dat Grace Jones is... De extravaganza en het spelen met androgynie, dat een beetje intact blijft. Nou, dat vind ik dus het mooie van die film. Want je mag echt heel dicht bij haar komen. Dus ze gaat terug naar Jamaica, naar haar geboortedorp, naar haar familie. Waar ontzettend veel herinneringen liggen voor haar die niet altijd fijn zijn, die ook pijnlijk zijn. Je ziet hoe ze daarmee omgaat, samen met haar familie, hoe ze praten over het verleden. En tegelijkertijd zou je kunnen denken dat in een documentaire over Grace Jones het gaat over uiterlijk, over kleding, ja, over mode. Dat roept ze ook wel een beetje over zich af. Ik bedoel... Dat is gelukkig niet zo in deze documentaire. Haar stijl het iconische aan haar stijl is bijna vanzelfsprekend. Het hoort gewoon bij haar, het past gewoon bij haar. Maar het is niet dat die film heel erg over het oppervlakkige gaat. Het gekke is, hij neemt je mee heel diep naar binnen bij haar en tegelijkertijd... legt het je ook weer niet op wat er zich bij haar binnen afspeelt. En dat klinkt misschien vaag. Ja, dat klinkt een beetje vaag, maar dat is in jouw mond ook een beetje vreemd. Want je hebt met Grace Jones op het podium gestaan. Ja, zeker. Vertel eens even, hoe zat dat? Jaren geleden, toen ik nog danste, toen was er een club in Amsterdam, wereldbekend. Weet iedereen dat Sylvana heeft gedanst? In Club It. In jaren 90. Maar voordat ik daar vast kwam dansen, was ik al een trouwe bezoeker. En op een gegeven moment had ik gehoord dat Grace Jones zou komen optreden. En een kaartje was 75 gulden. En dat was echt te duur in die tijd. Dus toen heb ik de artistiek directeur van de club gebeld en gezegd... ik moet vanavond voor jullie werken, want anders dan... ik moet haar zien. Dus ja, we zien hier een foto, ja, uiteindelijk. En ik ben het meisje rechts. Ik moest zelf in het begin even kijken, maar ik ben dus rechts. En met een pruik op? Met een witte pruik op. Ja. En dit was mijn allereerste avond in die club, gelijk met Grace Jones. En ik heb er 10 jaar of zo gewerkt en ben daardoor ook in de televisie terechtgekomen. Maar je hebt met haar gedanst? Ja, meerdere malen, want ze is vaker geweest. Ja, we hebben samen op het podium gestaan. Ja, ik zou bijna willen vragen... Nee. Maar dat is wel eenmaal. Ja. Ik weet ook niet meer wat we precies gedaan hebben. Nou, pull up to the bumper. Het zijn zulke fantastische... Even terug naar... ik kondigde het zo aan. Het is niet alleen maar een zangeres. Niet alleen maar platen en optreden en volle zalen, Paradiso en al die concertzalen over de hele wereld. Ook een stijlicoon. Jullie noemden het al. Waarmee ze statements maakten, Jaap. Waarom is dat? Waarom wilden ze dat zo graag? Nou, ze is begonnen als fotomodel. Dus ze was eigenlijk een supermodel met Jerry Hall in Parijs, jaren 70. Waar ze heel veel racisme tegenkwam. En is pas
eind jaren 70 discozangeres geworden, Studio 54. Maar het icoon wat we kennen is vooral in het begin jaren 80. Dan met haar toenmalige partner Jean-Paul Goude. Die ook die foto's die je net liet zien heeft ontworpen. Ja. En dat was wel heel erg omstreden. Want Jean-Paul Goude was een witte Franse designer, een kunstenaar. Die gaf hij zelf toe. Een fetish had voor zwarte vrouwen. Dus de beelden die we toen zagen van Grace Jones en de meest beroemde. Maar waarom omarmde zij dat? Waarom wilde zij die statements maken? Want je kan ook zeggen, je roept nogal wat over je af. Ja, de grap was dat, want het werd bekritiseerd, maar Grace Jones zelf zei van, ik ben niet Jean-Paul's fantasie, ik ben niet de fantasie van een witte man. Wij creëren dit samen. En daarmee neemt ze eigenlijk, eigent ze die beelden toe en maakt je als publiek eigenlijk heel ongemakkelijk. Gaan we even naar kijken. Het is schitterend. Ja, wat ze in de film ook zegt is heel erg belangrijk. Ze zegt, I'm a visual artist. Dus voor haar hoort het beeld hoort bij de muziek. In de film kom je erachter dat veel van haar teksten, hoe funky en groovy of abstract ook, heel persoonlijk zijn. En voor haar is het dus heel erg belangrijk om het totale plaatje te vertellen. Dus het gaat over de muziek, de sound, dat wat zij zegt, de woorden. Maar zeker ook hoe het eruit ziet. En je moet je niet vergissen, ze is intussen ergens rond de 70, want hoe oud ze precies is, ik geloof niet dat we dat mogen weten, maar ze is om en nabij de 70. Om en nabij de 70, ja. Al een paar jaar. Maar wat wilde ze hiermee zeggen? Nou ja, dat werd voor mij in de film niet per se duidelijk. Er is niet een moment waarop ze zegt, ik heb het hier en hierom gedaan, of ik wilde dit en dat bereiken. Maar je, omdat je zo dichtbij haar mag komen en ook meegaat naar de plek waar haar roots liggen, ontdek je ontzettend veel over haar levensverhaal. Er zit een aangrijpende scène in de film waarin ze praat over de voormalige partner van haar moeder, een man waarmee ze is opgegroeid, die nogal met harde hand... Je zou kunnen zeggen de stiefvader? Ja, die nogal met harde hand het gezin runde. En naarmate de film vormt, kom je erachter dat veel van die ervaringen de vrouw hebben gemaakt die zij vandaag is. Maar waarom ik het zo mooi vind dat zij wel een mysterie blijft, is omdat zij nooit ergens plat aangeeft, er is toen dit gebeurd en toen heb ik dat besloten en toen ben ik dat gaan doen. Dus je mag ook zelf nog wat puzzelstukjes bij elkaar brengen. Net wat jij zegt, is heel kwetsbaar, heel ontroerend. Ze laat heel veel van zichzelf zien en dan mag je zelf invullen van Soms zeggen mensen ook wel, nou ja, het lijkt wel allemaal bedacht. Het is allemaal imago en dat bewaakt ze enorm. En Nou ja, popcultuur is altijd bedacht. Ja. Wat interessant is van Grace Jones is dat het juist eigenlijk popmuziek is. Het is ook kunst. En ze is niet alleen maar om het publiek te vermaken. Ik heb haar vorig jaar voor het eerst live gezien bij North Sea Jazz. En ja, je voelt je op een gegeven moment ook ongemakkelijk. Want dan loopt ze op handen en voeten met een staart en bodypaint. Dat is de bedoeling. Bedoeling is, wat er gebeurt is misschien belangrijker dan bedoeling. Maar ze maakt je aan het denken van, waar kijk ik nu eigenlijk naar? Ja, en zijn er vandaag de dag nog sterren, artiesten, waarvan jullie zeggen, en dat was de invloed van Grace Jones? Ik zou willen zeggen, welke, in ieder geval zwarte vrouwelijke artiest niet. Wij zouden echt Beyoncé niet vandaag op deze manier kennen als Grace Jones in de jaren 80 niet had gedaan wat zij toen heeft gedaan. Dank jullie wel, jongens. Morgen gaat de documentaire Grace Jones, Bloodlight en Bami in première in 29 Nederlandse bioscoop. Dit is trouwens Bami, hè? Ja, het is brood, dit hè? Dit is een koekje uit Jamaica. Ja. Dit was hem. Een leuke avond. Morgen.